Dus die 200 meter vlinderslagmannen die gaat zo beginnen. De heren staan gereed. De starter gaat zo zijn apparatuur nog even testen, zodat dat allemaal in orde komt. En dat is in orde. Dan gaan we nu 9 uur, klokslag 9 uur, beginnen aan programma nummer 12. De mannen, 200 meter vlinderslag. En dan ziet hij op het scherm de namen verschijnen van de zwemmers die hier actief zijn. Daar zitten wat foto's bij, dames en heren. En u kunt uw eigen foto ook op het scherm laten verschijnen door uw profiel in orde te maken op Swim Rankings. Dus als uw profiel op Swim Rankings in orde is, dan staat ook uw foto hier op het scherm bij de aankondiging van de zwemmers. Roderick van Doezelaar in baan 1 voor de Rijn. Baan 2 voor Melet Loek van Houtert. Baan 3 voor AZNPC Fabian Bijmin. Baan 4 voor Team Slovenia is dat Robert Bogar. Baan 5 voor Hellingsborg Simmelskap Jesper Björk. Baan 6 voor PSV Maarten Boskowski. Baan 7 voor DAW Jorik Druiven. En baan 8 voor PSV Stijn Simons. Drie heren zij aan zij, maar iets sneller is de regerend Nederlands kampioen Fabian Bijmin, 57-80. En ze blijven ook op het keerpunt 150 meter dicht bij elkaar liggen. Het is nu Robert Bogar aan de leiding 1:30.03. En Maarten Boskowski gaat er heel snel met 1:31. Persoonlijk record tussendoortijd stond op 1:42. En dan komt toch die OTT-tijd, die WK-limiettijd voor Kazan wellicht in de buurt hier vanmorgen al in de eerste serie. Kijken wat hij gaat doen. Hij kan goed bijhouden. Terwijl we zien dat Björk aan de leiding gaat. Hij tikt als eerste aan een 2:01.47. Het is 2:02.68 van Maarten Boskowski. Derde tijd. Wie weet vanmiddag in de finale. Dus Robert Bogar zwemt hier de tweede tijd. 2:02.60. Maar wat een tussentijd van 150 meter van Maarten Boskowski. Kijken wat dat vanmiddag gaat worden hier op deze Swim Cup Eindhoven. Terwijl de andere heren ook gaan arriveren. Stijn Simons finished 2:28.46. Ik meld u, dames en heren, dat alle tijden die klopt natuurlijk officieus zijn. Ze zijn pas officieel op dit moment. Ze staan in de juiste volgorde op het scherm. Jesper Björk, inderdaad, snelste tijd 2:01.47. Gaan we verder met serie 2.